Heidi is terug in de bergen. De volgende morgen werd Heidi al vroeg wakker. Ze hoorde de vogels zingen en uit het dal klonk het geluid van kerkklokken. Na het ontbijt ging Heidi naar Durfli om Peters grootmoeder op te zoeken. Ze rolde steeds sneller langs het bergpad naar beneden. Toen stond ze voor het huis waar Peter woonde. De deur stond open en Heidi liep naar binnen. Het is net of ik Heidi hoor, zei Peters grootmoeder. Maar ik ben er ook, riep Heidi en ze omhelsde de oude vrouw. Deze geloofde het pas toen ze Heidi's gezichtje in haar handen had genomen. Heidi vertelde over Duitsland. Er waren niet eens bomen, zei ze. En ik heb geen bloemen gezien en geen geiten en niet één berg. Daar stonden alleen maar grote stenen gebouwen met ramen die niet eens open konden. Geen wonder dat Clara er zo bleek uitziet. Je ziet er zelf anders ook niet zo goed uit, zei de moeder van Peter. Peter herkent je vast niet als hij straks uit school komt. Maar ik voel me best hoor, zei Heidi. Ik was ziek van heimwee, zei de grootmoeder van Clara. Maar nu ik weer thuis ben, word ik vast weer gauw beter. Toen pakte Heidi het oude gedichtenboek van Peters grootmoeder uit de kast. En nadat ze het stof eraf had geblazen, vroeg ze: Wat zal ik u voorlezen? Wat je maar wilt, kind, zei grootmoeder. Maar kun je dan lezen? Hier staat een versje over de zon, zei Heidi. Ik denk dat u het wel mooi zult vinden. De zon schijnt met haar gouden stralen over de bergen en in de dalen, over de weiden en de rivieren en verwarmt alle mensen en dieren. Je kunt dus werkelijk lezen, riep Peters grootmoeder blij. Heidi ging door met voorlezen tot de deur van het huisje plotseling openvloog. En daar stond Peter op de drempel. Heidi was zo blij toen ze Peter zag dat ze hem een zoen gaf. Ze vertelde hem alles wat ze had meegemaakt en dat ze van Clara's grootmoeder lezen had geleerd en dat lezen helemaal niet zo moeilijk was. Ik kan nog steeds niet lezen, zei Peter. Weet je wat we doen? Zei Heidi. We gaan morgen de bergen in en dan zal ik je leren lezen. De volgende dag gaf Heidi Peter op een weide hoog in de bergen leesles uit het boek dat ze van Clara's grootmoeder had gekregen. 'S Avonds kende Peter de meeste letters van het alfabet al. De hele zomer waren Heidi en Peter met de geiten hoog in de bergen. Heidi plukte bloemen en speelde in het gras. Niemand was gelukkiger dan Heidi. Behalve Peter misschien, want met Heidi's hulp leerde hij lezen en na een paar weken kon hij al een beetje voorlezen uit een boek van zijn grootmoeder. Op een dag zag Heidi in de verte een groep mensen het bergpad opkomen. Heidi schreeuwde zo hard dat grootvader naar buiten kwam. Daar zijn ze, riep Heidi. Ze zijn toch gekomen. Voorop liepen twee mannen met een draagstoel. Er zat een meisje in met een deken om zich heen. Achter de draagstoel liep een wit paard met een oude dame erop. Daarachter liep een man die een lege rolstoel duwde en helemaal achteraan liep iemand die de koffers droeg. Het was een hele optocht. Toen de mensen vlak bij het huisje waren, holde Heidi naar het meisje in de draagstoel. Clara, Clara, wat fijn dat je bent gekomen, riep Heidi blij. En je hebt je grootmoeder meegebracht. Welkom, welkom allemaal. Wat woont u hier mooi, zei Clara's grootmoeder tegen Heidi's grootvader. Geen wonder dat Heidi terug wilde. Vind je het hier leuk, Clara? Vroeg Heidi opgewonden. Ik vind het hier geweldig, zei Clara. Grootmoeder, mag ik voor altijd hier blijven? Vroeg ze. Voor altijd, lachte Clara's grootmoeder. Dat lijkt me wat erg lang, kind.
Maar als je Heidi's grootvader lief aankijkt, mag je misschien wel een tijdje blijven. Dat zou leuk zijn, zei Heidi. Blijf jij maar gezellig een tijdje bij ons, zei grootvader. Hoi, 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 riepen Heidi en Clara allebei. Grootvader gaf iedereen brood met kaas en een beker geitenmelk. Toen werd afgesproken dat Clara over 4 weken zou worden opgehaald. Die avond droeg grootvader Clara naar de hooizolder. Je zult thuis wel een mooier bed hebben, zei hij tegen haar. Maar ik denk dat je hier beter zult slapen. Het is net een droom, zei Clara. Ik had nooit gedacht dat ik zelf nog eens door het ronde gat waarover Heidi vertelde naar buiten zou kijken. De volgende morgen kwam Peter met de geiten. Hij vond het eerst helemaal niet leuk dat Clara er was. En toen Heidi aan Peter vroeg of hij Clara in haar rolstoel de berg op wilde duwen, mopperde hij een beetje. Toen ze 's middags op een bergweide hun boterhammen opaten en de meisjes gezellig zaten te praten, werd Peter echt jaloers. Toen de meisjes de andere kant op keken, gaf hij de rolstoel van Clara een duw, zodat hij de berg afrolde en op de rotsen in stukken brak. Hoe moet ik nu beneden komen? Riep Clara verdrietig. Wij zijn er toch? Zei Heidi. Peter, kom, dan helpen we Clara overeind. Toen Clara rechtop stond, zei ze. Maar hoe moet het nu verder? Ik kan toch niet lopen? Leg je ene arm op mijn schouder, zei Heidi, en steek je andere arm door die van Peter. Nu moet je op ons leunen, dan zijn we zo beneden. Maar Clara was zwaar en Heidi en Peter werden al gauw moe. Zet je voeten eens stevig op de grond, zei Heidi. Clara deed het. En toen probeerde ze, gesteund door Peter en Heidi, een stap te doen. Ik denk dat het gaat, Heidi, zei Clara opgewonden. Ze deed heel voorzichtig een stap en toen nog een en nog een. Het gaat echt, riep Clara opeens uit. Ik kan lopen. Heidi lachte en huilde tegelijk. Als je vader en je grootmoeder je nu eens konden zien, zei ze. Ze liepen met z'n drieën nog een stukje verder en toen gingen ze in het gras liggen uitrusten. Ze waren zo moe dat ze al gauw in slaap vielen. Uren later werden ze gewekt door grootvader. Hij was ongerust geworden en de bergen ingegaan om de kinderen te zoeken. Grootvader! Grootvader! Riep Heidi. Clara kan lopen! Wat? Zei grootvader, dat bestaat niet. Helpt u haar maar opstaan, zei Heidi, dan zult u het zien. Grootvader hielp Clara overeind. En toen ze steun had gevonden op zijn sterke arm, begon ze voorzichtig te lopen. Het is een wonder, zei grootvader. Maar je mag niet overdrijven, Clara. Ik zal je het laatste stuk dragen. Grootvader tilde Clara op en droeg haar naar zijn huisje. De volgende morgen schreef grootvader een brief aan de grootmoeder van Clara. Hij nodigde haar uit om een paar dagen naar de bergen te komen. Dan zou ze iets heel bijzonders te zien krijgen. De dagen die volgden waren de gelukkigste die Heidi ooit had meegemaakt. Clara werd elke dag sterker en kon steeds beter lopen. Na een week kwam het antwoord van Clara's grootmoeder. Ze schreef dat ze over 2 dagen met Clara's vader zou komen. Die dag zaten de meisjes op de bank voor het huis te wachten. Eindelijk zagen ze de grootmoeder en de vader van Clara het bergpad opkomen. Waarom zit je niet in je rolstoel? Vroeg Clara's grootmoeder toen ze bij het huisje aangekomen waren. En toen stond Clara op en ze liep helemaal alleen naar haar vader en haar grootmoeder toe. Clara's vader staarde alleen maar en kreeg tranen in zijn ogen. Ken je me niet meer, papa? Vroeg Clara. Ik ben het toch,
Clara. En ze omhelsde haar vader en haar grootmoeder. Haar vader kon zijn ogen niet geloven. Clara straalde van gezondheid. Maar kind toch, hoe is het mogelijk, zei hij. En Clara zei, we waren in de bergen en toen viel mijn rolstoel naar beneden in stukken. Peter en Heidi droegen me, maar toen ze na een tijdje moe werden, probeerden we gewoon of ik een beetje kon lopen. Nou, en het ging, omdat ik wel moest. Ze gingen met z'n allen naar het huisje van Peter om feest te vieren. Grootvader zong een lied uit het boek van Peters grootmoeder. U hebt een mooie stem, zei Clara's grootmoeder. U moet maar in het kerkkoor gaan zingen. Dat zou ik kunnen doen, zei de oude man. En ik stuur Heidi deze winter naar school in Durfli. Iedereen was blij. Alleen Peter zat stil in een hoekje. Clara's grootmoeder ging naar hem toe. We moeten jou ook nog bedanken, zei ze. Want je hebt meegeholpen Clara te leren lopen. Nee, snikte Peter. Ik heb haar rolstoel van de berg geduwd, omdat ik jaloers was. Ik heb er zo'n spijt van. Dat is helemaal niet nodig, zei Clara's grootmoeder, want nu kan Clara lopen. De volgende dag ging Clara naar huis met haar vader en haar grootmoeder. Heidi moest een beetje huilen, maar ze lachte alweer toen Clara beloofde dat ze de volgende zomer weer naar de bergen zou komen.